Dag kijkers, het is vandaag dinsdag 7 juli en alweer de 62e uitzending. Het is alweer een tijdje geleden dat tv-dokter Rob bij ons in de uitzending is geweest. Damien ging naar de poli en hij zocht hem op. Dag Bergs en nou kijkers, we zijn aangekomen bij de poli. Ik zit hier naast Rob. Goeiedag Rob. Er is natuurlijk een hele moeilijke tijd geweest van de corona. Alles begint weer een beetje normaal te worden, maar behalve de dagbestedingen. Zit er alweer vooruitgang in of hoe gaat dat verder? Nou, zoals het nu georganiseerd is, houden we het grotendeels zo. Eigenlijk tot het najaar. En dat heeft ermee te maken dat wat we nu hebben georganiseerd. Daarbij hebben mensen minder contact met andere mensen. Je bent de hele tijd met hetzelfde clubje. En dat willen we zo houden, omdat als je met veel meer mensen contact krijgt, de kans op besmetting gewoon wat groter is. Oké, want komt er verandering of niet? Of in de korte termijn? Op korte termijn denk ik dat er niet veel verandert. Het punt is, we hebben nou de corona redelijk onder controle, maar het is niet weg. Er zijn gewoon, iedere dag worden er nog 70 of 100 mensen besmet met corona. Voor zover we weten, misschien zijn het er ook wel meer. Dus het is er nog. We zien het alleen wat minder. Maar de hekken zijn weg bij het terrein en zo. We kunnen wel met maatregelen gewoon weer naar het hoofdgebouw. Ik heb toevallig vanmiddag dan zelf weer een afspraak kunnen maken bij de tandarts en dat gebeuren. Maar het is heel apart natuurlijk, want er is natuurlijk nu, ik mag dan nu gezellig weer naar de dagbesteding. Maar als je bijvoorbeeld mijn collega Hedde, die mag niet meer, want die zit op een groep. Ja. Is daar ook geen verandering in, dat die jongens wel weer kunnen beginnen? Er wordt gewoon gekeken eigenlijk per persoon, per cliënt. We moeten kijken, wat zijn de risico's en woon je in een appartement in je eentje, dan heb je andere risico's dan wanneer je met 12 mensen onder één dak woont. Dus dat wordt allemaal gewogen en daarom wordt er voor iedereen gewoon worden er individuele afspraken gemaakt. En wat raad je ons aan? Of wat raad je de mensen aan die thuis zitten nu nog? Nou ja, weet je, we hebben nog steeds te maken met het coronavirus. De grote eerste golf die hebben we gehad. We hebben nu het een beetje onder controle. We weten niet wat de zomermaanden gaan doen. Allerlei mensen gaan naar het buitenland en nemen misschien het coronavirus weer mee. We moeten gewoon erop bedacht zijn dat het gewoon weer terug kan komen. Het is net alsof we een hele grote brand hebben gehad. En nu zijn er alleen maar zo hier en daar een paar kleine vlammetjes. Dat betekent, je hebt het niet meer nodig dat je met de ladderwagen de grote hoge drukspuit gaat spuiten. Maar je moet er wel op bedacht zijn. Het kan weer opvlammen. Maar verwacht je persoonlijk zelf nog een tweede golf? Of denk je dat er nog iets aan zit te komen? Ik weet het niet. We zijn beter voorbereid. We weten veel beter dan de vorige keer wat we moeten doen. We hebben veel meer materialen in huis. We hebben veel meer mondkapjes en dat soort dingen allemaal. We kunnen veel makkelijker testen. Bij de eerste keer was er bijna geen testcapaciteit. En we hebben echt bij de GGD op onze knieën moeten smeken van mogen we alsjeblieft deze cliënt testen? En toen mocht het nog niet. En nu kan je gewoon dat telefoonnummer bellen en dezelfde dag ben je aan de beurt. Dus we zijn gewoon beter voorbereid. En zo erg als het in maart, april, mei geweest is, ik verwacht niet dat het zo erg gaat worden. Wat we verder moeten blijven doen, dat is gewoon handen wassen, zo vaak als het kan. 1,5 meter afstand houden. En op die manier zorgen dat we elkaar niet besmetten. Nou ja, iedereen heeft het gehoord. Netjes aan de regels blijven houden. Inderdaad, goed je handen wassen. En dan was dit het voor vandaag. Ja, dat was Damien bij onze tv-dokter Rob. En bij ons de gast is Rachel, die jullie allemaal wel kennen van de gym op de tv. En Jamie, haar animatiefilmpjes in de duinzone. En we gaan zo kijken naar een nieuw filmpje van Jamie, die zij pas geleden heeft gemaakt. Rachel, sinds wanneer teken je Jamie? Sinds 2014. Ik was begonnen op een website. Ik ben even de naam vergeten. Maar toen tekende ik een Pokémon, want Jamie is een Pokémon. En ik dacht van, ik noem haar Jamie en zij heeft deze eigenschappen. En later werd dat een hele verhaal. En teken je die dan eerst op een kladblok? Nee, ik tekende altijd Jamie op mijn tablet, op mijn iPad. Gebruik je daar dan een speciaal programma voor? De app heet Tayasui Sketches. En dat is gratis te downloaden op de iPad.
Maar er is ook een pro-versie, zeg maar. En dat heb ik dus. Ik heb de pro-versie. En de muziek bij de filmpjes, maak je die ook zelf? Ja, ik heb FL Studio op mijn laptop. En daar maak ik mijn muziek mee. Nou, leuk dat je even in de studio was. En dan gaan we nu kijken naar het allernieuwste filmpje van Rachel, die ze gemaakt heeft, van Jamie. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit. Blijf thuis als je klachten hebt. Ben je ook benauwd en of heb je koorts? Dan blijven alle huisgenoten thuis. Werk zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Vermijd drukte. En was vaak je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351. Wat een leuk filmpje, hè, van Jamie. Jullie gaan dit de komende tijd vaker zien na de uitzending. En dan gaan we nu naar de moppertapper Bart, want die hebben we ook al een tijd niet gezien. Beginnen maar. Hallo beste kijkers, hier ben ik met mijn moppenrubriek. Ik laatst met mijn kameraad op stap, buiten op straat, zegt hij, ah, poeh. Ik zeg, dat moet je elleboog doen. Dat doe je toch niet op je handen in, elleboog. Zegt hij, ah, poeh. Gewoon zo in mijn elleboog. Nou ja, de volgende mop, dat was... Oh ja, waarom is een olifant groot, rond en grijs? Als hij klein, rond en wit was, was het een sprintje! Oké, doei! Beginnen maar. Ja, wat was dat weer grappig, hè, van Bart. Ik heb hem echt helemaal rot gelachen. Het was echt weer... Nou ja, ik krijg gewoon weer buikpijn van het lachen. Maar deze week kregen wij ook een aantal foto's van de Spelotheek, van de taartenuitreiking. En Jos die ging op pad en die vertelde hoe het ook weer zat. Dit jaar bestond de Spelotheek precies 40 jaar. Helaas werd dat jubileum niet in het Kruispunt gevierd, want het is coronatijd. Maar Irma, Tineke en Valerie maakten wel een hele leuke feestelijke ronde over het zorgpark. En iedereen kreeg een cadeautje. En toen was er op 18 juni die uitreiking van die kleurplaatwedstrijd. Wie zouden de taarten winnen? Nou, het waren Ozan uit de Druivenhof 1, Claudia uit Paardenlaan 1B en Monique uit Kersthof 6. En we kregen deze week foto's van de Spelotheek. Want die taarten die werden natuurlijk persoonlijk bezorgd. Kijk hoe gezellig dat eruit ziet. Nou Spelotheek, we hopen dat jullie nog lang blijven bestaan. En dan is het nu weer tijd voor een beetje zen. En we gaan naar Petra van Belen uit de Zeester. En die heeft weer een leuke yoga-oefening. Hallo, welkom bij Petra's Kinderyoga. Vandaag doen we de krijgershouding 1. Sta in een grote spreidstand. Breng je armen boven je hoofd met je handen tegen elkaar. Draai je rechtervoet een beetje naar buiten. En je linkervoet gaat helemaal naar buiten. Draai je lichaam en je bekken naar links. Tot ze rechts boven je linkerbeen staan. En buig je linkerknie boven je enkel. Strek je lijf. Je lichaam, je bovenlichaam helemaal gestrekt. En je bekken naar beneden.
Leg je hoofd in je nek. Kijk naar je duimen. Je helpt een beetje achterover. En adem door. Adem in en uit. Strek je linkerbeen weer. En breng je lichaam weer terug in het midden. Breng je linkervoet terug. En breng je armen naast je lichaam. Dit doen we ook aan de andere kant. Dus we staan nog steeds in een spreidstand. Je ene voet is een klein beetje gebogen of naar buiten. En je rechtervoet wijst nu helemaal die kant op. Breng je arm omhoog. Boven je hoofd, handpalmen tegen elkaar. Draai je bekken, je romp. En buig je knie tot die boven je enkel staat. Buig je hoofd naar achter, kijk naar je duim. En adem zo even door. Adem in en uit. Kom rechtop. Strek je rechterbeen. Draai je lichaam terug in het midden. Adem uit. Breng je voeten weer terug. Namaste. Zijn jullie nu allemaal een beetje ontspannen? Dan willen jullie vast wel weer lachen met een Ei van de Week vlog van Parnassia. Hallo lieve mensen van Parnassia. Ja, we hebben er al de hele dag naar uitgekeken. Vandaag is Esther het eitje van de week. Ja! Nou Esther. De week. Ja. Ik denk hiervan. Ja. Ik vraag me eigenlijk af waarom ik dit verdiend heb. Ja. Waarom kan Esther nou het eitje van de week krijgen? Ja. Nou denken jullie, wie heeft het verzonnen? En dan gaan we nu even terug in de tijd naar 12 maart voor al het coronagedoe. En toen waren wij ook al goed bezig met handen wassen bij de gym op de tv. Goedendag, welkom kijkers bij het leukste Bergjournaal. We doen deze keer de handenwasdans. Want wat is er dan belangrijker dan lekker handjes wassen? Hè? Lekker handjes, schoonhandjes. 20 seconden minimaal, hè? Oh jee, nou toch moet je ze wassen. Haha, lekker handjes wassen. Hè? Maar wat gebruik je bij handen wassen? Over de handen, over de handen. Geen handdoeken meer, papieren handjes, papieren handdoekjes. Goed, je hebt het niet goed. Tussen, tussen de vingers. Lekker wrijven, hè? En blijven bewegen, voornamelijk blijven bewegen. Dat is het. Ja, gaan we door. Bovenlangs, onderlangs. De binnenkant, binnenkant, vooral de binnenkant. Tussen de vingers. Tussen de vingers. Eentje. We gaan door. En blijven bewegen. En die voeten gaan ook heen en weer. Lekker.
Basje. Lekker. Goed zo, Basje. Goed zo, lekker bezig. Ja? Ja. 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 Lekker handen, Basje. En die handen de lucht in. En weer handen, Basje. En handen de lucht in. En 20 seconden. Minimaal 20 seconden. Handen wassen. Ik heb zeep in mijn stort. Allemaal doen, hè? Onthouden. Dag. Doei. Bedankt. Kom, doe mee met de gym op de tv. Voor de leuks en voor de lol. Iedereen. Ja, dat was de Gym TV van 12 maart. Net voor de sluiting van de dagbesteding in verband met coronavirus. En bij ons aan tafel is aangesloten Connie Valentijn. Dag Connie. Hoi. Hoe is het met jou in deze coronatijd? In het begin verveelde ik me heel erg. Toen ben ik op een gegeven moment vol de zetanol. En op een gegeven moment ben ik gaan zoeken op internet. Toen kwam ik tegen om bollen te gaan pellen. Toen heb ik gebeld naar een paar mensen. En 2 weken terug heb ik gebollenpeld dan. En nu deze week ben ik weer aan het bollenpellen. En vorige week kwamen we op het idee, Hanna en ik, om koekjes te bakken en auto's te gaan wassen. De auto's zijn wassen is van binnen en van buiten voor €7,50. Of €7, een van die twee was het. En zo doen wij een beetje onze dag vullen. Dat. En met dat bollen, met die koekjes en of die cakejes en die en het auto's wassen, daar verdien je dus geld mee. Ja, klopt. En ik geloof dat je ergens voor aan het sparen bent. Waar ben je voor aan het sparen? Hanna is voor een nieuwe tv aan het sparen. Dus daarom gaan we bollen pellen en folders lopen en die auto's wassen dan. En we willen ook graag onze slaapkamer leuk inrichten. Dus daar zijn we ook voor aan het sparen. En voor een spelcomputer. En als mensen een auto willen laten wassen, dan kunnen ze jou bellen? Dan kunnen ze de woning bellen. Dan kunnen ze de woning bellen. Nou, als je je auto wil laten wassen of je wil cakejes. Ja, koekjes. Koekjes, dan kun je gewoon hier bellen naar dit... Naar dit nummer hieronder en dan komen ze bij je langs. Nou, bedankt Connie. Ja, en, graag gedaan. Misschien tot een volgende keer. Ha. En dan gaan we nu naar de Happy Tijd Show. En daarna gaan we naar het weer. En ik ben er gewoon vrijdag weer. Tot ziens. Daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Happy Tijd Show. We hebben er zin in, hè? Nou, ontzettend. Ja, we hebben heel gaaf programma. Ja, ik hoor al iets in de... zo, Teddy, ik hoor iets uit de kelder. Heb je Teddy? Goedemorgen. Wat is het? Goedendag allemaal. En wie bent u? Wie zijn wij? Wij zijn van de... Wij zijn de hosts van deze show. Ja, de host van welke show? Van de Happy Tijd Show, kent u die niet? Van de Happy Tijd Show? Ja, daar kijk ik toch elke keer naar. Weet je wie ik wel ben? Nee, dat mag ik wel vragen. Maar dat hoeft dan niet meer. Ik ben Wilfried Weiland, de broer van Martien Meiland. Nou. Oh, en... Ja! Kent u dan ook de Happy Tijd Show? Ja, wat goed! Oh. Dat is zo goed! Zelfs in Frankrijk dus. Ja, dan je woont ook op een kasteel. Ja, ik woon op Château Teylingen. maar Meiland die woont in Frankrijk en ik woon in Château Teylingen. Oh, nou, ik zou zeggen, dat doet u gezellig. Welkom bij de club. Ja, kom even kijken. Ik kijk, ja, ik dacht. Kijken, want, nou, we hebben namelijk iets uit de... Hele oude doos. Uit de oude doos. Vreselijk afgestoft, maar kennen jullie de Snip en Snap, de dames Snip en Snap? Ja, die zijn uit begin vorige eeuw, maar we hebben hun dochters. Ja, 3 nazaten van de echte Snip en Snap. Ja! Ja! Want
Snip snapt niet wat Snap snapt. En Snap snapt niet wat Snip snapt. Als Snip snap snapt en Snap snap snip, verdwijnt het Snip en Snap begrip. Maar Snap snapt niet wat Snip snapt. En Snip snapt niet wat Snap snapt. Als Snap snip snapt en Snap snip snap, verdwijnt het Snip en Snap begrip. Voilà. En nogmaals, voilà! Helemaal fout. Dat ging snel, dames. Ja, we zien er ook nog heel goed uit. We kunnen echt zien dat het de dochters van Snip en Snap zijn. Snip en Snap, ja. Willy, Walter, Piet en Het is maar goed dat we geen reclameblok hebben, want anders hadden we de Tena Ladies en weet ik het wat allemaal voorbij zien komen. Dat hebben we gelukkig. Cola, cola, cola. Cola, 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 ja. We krijgen gelijk een nieuwe... Jong, vers bloed, maar... Ja. Wil je misschien even met je telefoon? We zitten in een live uitzending. Ja, ik moet toch optreden? Ja, maar dat doe je niet met een telefoon in je hand, toch? Ja, we schieten van begin vorige eeuw naar gelijk naar anno 2020. Tijden, ja. Hier is zijn kinderen voor kinderen. In een schrik. Waarom zijn er zo weinig figuren zoals ik? Ik ben iemand die nooit moppert en nooit grond. En ik zal je eens vertellen hoe dat komt. Ik word altijd wakker met een meisje in mijn hoofd. Dat de hele dag te zingen en te fluiten. Elke morgen wakker met een meisje in mijn hoofd. Als ik binnenkom dan rinkelen de ruiten. Het is gewoon een je ziet nooit iemand blij zijn, je hoort alleen gezeur. Nee, dat zou niks voor mij zijn, te donder ook een uur. Zelfs wanneer het buiten regent dat het giet, zing ik opgewekt het allerhoogste lied. Want ik word altijd wakker met een meisje in mijn hoofd. Wat de hele dag te zingen en te fluiten. Elke morgen wakker met een meisje in mijn hoofd. Toch spontaan, super vrolijk. Ja, mijn dag kan niet meer stuk. Nee, mijn ook niet. Nou, ik denk dat we iemand zo meteen hebben in de studio die iets beter en toonvaster met een muziekinstrument om kan gaan dan jij. Sorry. Oh. Niet nut, het spijt me. Het spijt me. Nou, ja. Het spijt mij ook. Want, maar ik begrijp het wel. Je begrijpt het wel, hè? Ja. Want we hebben er al eerder in de studio gehad. Ja. Klaas Visser wordt weer blij. Ja, want zeker. Hij is de grootste fan. Ja. Want we hebben weer iemand uit het orkest van André Rieu. Ja, André, ja. Nee, we heet eigenlijk Nieneke. Nieneke, ja. Gaan we al beginnen? Wat gaat ze voor ons spelen? Nou, ik weet iets van Beethoven, denk ik. Iets klassiekerigs met een leuke moderne tint.
meneer. Wat goed! Ja! Ik denk ook dat ze van tevoren even flink aan het wijnen is geweest. Ja, want zoveel energie en souplesse en wat al niet meer. Nou, heel veel meer. Heel veel meer, ja. Ja. Nou, ik hoop dat u het een beetje naar uw zin heeft gehad, nou, meneer. Fantastisch. Weiland, hè? Ja, goed, ja. Maar meneer Weiland was de naam, toch? Wilfried Weiland. Wilfried Weiland. Uit Château Teylingen. Ja, Château Teylingen. Teylingen. Nou ja, jammer dat hij niks bij zich had voor de koffie. Nee, ja. Dat vinden we dan wel fijn als je volgende keer even iets uit het kasteel. Iets lekkers meeneemt. Ja, dat is goed. Ja. Wat zo. Goed. Ja. En als je thuis natuurlijk nog zegt van joh, ik heb nog wat in de kast liggen of ik loop even langs de bakker. Altijd welkom en zet maar voor de deur neer en we zullen het met liefde voor je opeten. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Dag. Ja, goedenavond lieve kijkers. Wat fijn dat jullie even geïnteresseerd zijn in het weer. Nou, dat lijkt me ook wel heel spannend. Ik ben Willemijn. Ik ben juist gekozen om het weer te presenteren. Want ja, het is zo onvoorspelbaar. Dus dat kun je beter overlaten aan een vrouw, want die hebben daar verstand van. En hoe gaat het weer eruit zien? Nou, je zult het uiteraard niet geloven, maar... Woensdag, dus morgen word je echt klets. Oh, klets. Oh, ja, dat stikt hier van de libellers. Oh, enorm. Nog één. Nou, hou eens op. Ik zal het toch even goed vertellen nu natuurlijk. Woensdag word je kletsnat. Werkelijk, blijf binnen. Echt niet denken, nou, ik ga er toch even uit. Niet doen. Blijf binnen. Als je toch naar buiten gaat, zwembroek en zwemvliezen aan. Pas in de middag wordt het droog, dus dan kun je voorzichtig pootje baden in de tuin. En er is heel weinig wind, hè, in tegenstelling tot de afgelopen dagen. En donderdag, dan kun je even lekkeren, dan kun je de zaak even losgooien. Dan denk je, het wordt echt weer een beetje warmer. Er zijn wel wat wolken, hè, maar dat is maar een kleinigheid. En daarna volop de zon. En vrijdag... Dan heb je ook nog kans op een bui. Hè? Dat blijft een beetje hetzelfde natuurlijk. En dan weer die zon die er zo doorheen piept. Het wordt ontzettend leuk eigenlijk. En weet je wat het is? Op vrijdag, dat is 10 juli. En dan is het Sint Henricus. En Sint Henricus, ja, dat is een hele bekende heilige, weet je wel. En die wist het weer altijd zo goed te voorspellen. Want die zei, als het droog is in juli, heb je alle kans dat het droog is in augustus. Ongelooflijk, wat een weerprofeet. Dank jullie wel. Fijne avond. Wat moet je doen tegen het nieuwe coronavirus? Was regelmatig je handen. Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Schud geen handen. Vermijd grote groepen. En werk thuis als het kan. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk het contact met anderen.